Beste partijgenoten, lieve vrienden, hier sta ik dan voor de laatste keer als uw voorzitter. Het afscheid komt niet onverwacht, niet voor u, niet voor mij. Ik heb er zelf met alle gemengde en heel veel tegenstrijdige gevoelens die dat met zich meebrengt, lang over na kunnen denken. En ook u weet het alweer een tijdje. En de maanden na de aankondiging van mijn vertrek bewezen voor mij, zonder nu al te zoetsappig te willen worden, hoe stevig het fundament van onze ideologische vriendschap is. Hoe sterk onze wil tot samenwerken ook in het belang van onze partij. Daarvoor wil ik vooral Job, maar ook het partijbestuur bedanken. Ook die laatste maanden had ik daarom niet willen missen. Ook toen we niet aan de sunny side of the street liepen, liepen we daar samen. En u, partijgenoten, u liet zich die laatste maanden ook niet onbetuigd. Uw onverfroren meningen, uw kritische noten, uw lieve mails, die zijn het bewijs van onze kameraadschap. Dank je wel daarvoor. Partijgenoten, het stemt weemoedig dat straks niemand mij meer met een twinkeling van de lichte spot die ons allemaal eigen is, zal begroeten met: dag voorzitter. Het stemt niet zozeer weemoedig omdat ik zo aan die titel hecht, maar des te meer omdat ik me uitverkoren voelde om uw voorzitter te mogen zijn. En om die herinnering ben ik ook wel een beetje jaloers op de ex-presidenten van de Verenigde Staten, want die blijven gewoon de rest van hun leven Mr. President. Beste mensen, het waren enerverende jaren. De reorganisatie van het partijbureau, ledenstemrecht op dit congres, de heftige debatten over integratie en AOW, 6 verkiezingscampagnes, geen 4, de waterschapsverkiezingen, niet vergeten, en de herindelingsverkiezingen, onder andere in Venlo, waar we de grootste linkse partij bleven, de val van het kabinet, het vertrek van Wouter, de komst van Job en een rechtskabinet. Het kon minder, zeggen ze dan in Friesland. En ook voor de komende jaren staat er veel op het spel. In een tijd waarin verkiezingscampagnes het verschil kunnen maken tussen winst en verlies, tussen 30 en 31 zetels, moet alles kloppen, moet alles klaarstaan, moet iedereen op elkaar ingewerkt zijn. En door nu terug te treden wil ik mijn beoogde opvolger Hans Spekman de tijd bieden om de volgende campagne met u voor te bereiden. En om die te winnen. Partijgenoten, de Partij van de Arbeid is een brede volkspartij. Dat is echt waar en ik kan het weten, want ik bezocht honderden partijbijeenkomsten in de afgelopen jaren. Waar ik sprak met lassers en onderwijzers, met directeuren en politieagenten, met nieuwkomers en met mensen die al generaties in ons land wonen. Al die mensen ontmoeten elkaar in onze partij. Wij zijn Nederland. Hoe vaak heb ik dat niet gedacht? En ook, wij zijn de spiegel die Nederland zichzelf voorhoudt. In ons zijn de hoop en de energie, maar ook de spanningen en de zorgen verenigd die bij onze tijd en bij ons land horen. En om precies die reden is het onze dure plicht om een volkspartij van deze tijd te zijn en te blijven. Om al die mensen bij elkaar te houden en als het moet bij elkaar te brengen. Dat het kan, zag ik de afgelopen jaren. Ik zag het in de vrolijke ogen van mevrouw Breem van Seters, 96 jaar oud, toen ik haar begin vorig jaar ontmoette bij de viering van 65 jaar PvdA in Delft. Als klein meisje maakte ze nog mee dat de stenen bij haar thuis door de ruiten vlogen omdat daar rooien woonden. Haar vader was wethouder van de SDAP, ze ontmoette haar man bij de AJC en ze vertelde met heel veel humor en vol trots over de kameraadschap en het familiegevoel in onze partij, haar partij. Ik voelde het bij de dappere actie van ons raadslid Dick Boonman. Hij nam het met succes op tegen de bisschop van Den Bosch, nadat de pastoor van Reuzel de lokale prins carnaval een hostie weigerde omdat hij homo is. Dick weigerde zich daarbij neer te leggen. Hij weigerde zich neer te leggen bij de achterhaalde moraal van de kerk. Hij organiseerde medestanders en bracht een ongekend breed gedragen protest op de been. Een protest dat die prachtige kathedraal hier vlakbij deed schudden op zijn grondvesten. Protest dat de bisschop uiteindelijk deed toegeven.
omdat tegen zoveel solidariteit en gevoel voor rechtvaardigheid geen enkel bekrompen dogma is opgewassen. En ik ervoer het tijdens de campagne voor de raadsverkiezingen in Assen, toen ik tientallen van onze vrijwilligers vergezelde op campagne in een oude knalrood gespoten SRV-wagen. Het was bitter koud en gevaarlijk glad, maar het belette niemand van ons om van deur tot deur te gaan. Om te luisteren, om te praten, om te overtuigen en om overtuigd te worden. Zij kenden de mensen en de mensen kenden hen. Een dag die voor mij symbool staat voor de vriendschap en voor politiek zoals politiek hoort te zijn. En ik zie het hier vandaag in Den Bosch, bij Hans die aan een nieuw en ambitieus avontuur begint. Ik lees het op uw gezichten. Of het nu goed gaat of even minder, u bent de ruggengraat. U bent de partij. Partijgenoten, vrienden, ik neem afscheid met een wens. Ik neem afscheid met de hoop op een nieuwe progressieve lente in ons land. Een lente waarin progressieve partijen een politieke route schetsen naar een vrij land. Dat trots is op haar beschaving. Waar iedereen die mee wil doen, mee kan doen. Een land dat vooruit wil in de wereld. De groeiende samenwerking in gemeenten op het Binnenhof en bij de bijeenkomst in Ander Nederland vorige week voedde mijn hoop. En laat dat dan een opmaat zijn voor wat Willem Drees bij de oprichtingsvergadering van de Partij van de Arbeid in 1946 al zo treffend omschreef. Ik zie de groepen en partijen die samenkomen als grotere en kleinere riviertjes die zich verenigen tot één grote stroom. Als wateren samenkomen die van wat verschillende kleur waren, omdat ze door verschillende grondsoorten hebben gestroomd, dan kan men in zo'n rivier nog een tijd lang verschillende schakeringen naast elkaar waarnemen. En dat verhindert niet dat dan toch dadelijk het brede en diepe water dat zo gevormd is, machtige schepen draagt, die op de zijtakken niet konden varen. En dat water voor vruchtbaarheid brengende bevloeiingen veel ruimer beschikbaar is. Laat het ook zo zijn, zei Drees, met de machtige stroom die vandaag is gevormd. Beste partijgenoten, lieve vrienden, ik dank jullie voor je kameraadschap. In de afdelingen, de gewesten, in het partijbestuur, op het partijbureau. Met de Kamerleden in Den Haag en in Brussel, met Wouter en met Joop. Ik zal u missen. Het gaat u goed. Dank u wel.